Gemma, mijn naam is Mr. Polska. We zijn vandaag in Almere bij Club Jiggers. Mr. Polska is een kleine Poolse rapper met grote plannen. Hij won al de State Rookie of the Year Award en iedereen kent hem inmiddels van zijn hit Croco Bill. En ik ben vandaag met de topper Jamila. Wat heb je allemaal meegenomen? Ik heb heel veel meegenomen. Allemaal sexy, mooie lingerie. En mijn oog is gevallen op dat wat glimde. Maar misschien dit past er denk ik wel leuk mee toch? Misschien nog een beetje een paar 2 Chainz. Ga jij lekker omkleden? Ga ik de cameraman poses in mijn hoofd hier voorbereiden, ja? Is goed. Tot zo. Nou, ik ben Jamila Selina Melgert. Ik ben professioneel model in het dagelijks leven. Mr. Polska, nee, die kon ik nog niet. Dus, en toen kwam die binnen en toen dacht ik, nou, leuk, gezellig. Oh, ik voel me gelijk zo precies heel oude man op Facebook die zegt dat hij in een fotostudio heeft en allemaal jonge meisjes uitnodigt. Ik ben even thuis allemaal posities gaan liggen. Even te kijken hoe, even met verplaatsen in het model. Ik heb afgetrokken zodat ik mezelf goed kan inhouden. Even goede pagger geslagen. Je tepel komt een beetje weer. Dat zijn andere uitzendingen. Het mooiste aan mezelf, dat vind ik eigenlijk wel mijn gezicht. En mijn borsten en mijn billen en mijn benen. Eigenlijk alles. Wat erg eigenlijk. Ja, ik ben heel tevreden met mezelf. Gewoon maken ook gewoon, hè. Ja, die onverwachte foto's zijn het beste. Ja, natuurlijk. En dan doet de camera het. Vooral als mijn borsten eruit hangen. Huh? Ja, dat zag je niet hoor. De samenwerking tussen mij en Jamila ging gewoon super soepel, man. Glad. We gleden door deze ruimte heen. Van links naar rechts, van de box naar de bank. Nee, je bent natuurlijk hier met een Poolse man, dus ik denk we moeten ook eventjes gewoon bij de bar wat foto's maken. En misschien ook stiekem nog een drankje doen. Wat is jouw ultieme foto? In jouw hoofd van, oké, dat wil ik nog ooit hebben gedaan. Wat ik ooit wil doen is ergens met een mannelijk model. Ja. Een keer ergens in de woestijn. Met lingerie of een bikinilijn en dan met heel veel olie, heel sensueel. Ik had dat een keertje in een videoclip gezien van, volgens mij van Pharrell. Ja. Dat hij zo op de grond lag met allemaal vrouwen om zich heen, de camera van boven zo naar beneden. Ja. Dat zag er wel tof uit, zoiets zou ik wel willen doen. Okay, cool. Of met allemaal apen of zo in een kooi. Heel eerlijk, als ik heel eerlijk met je moet zijn, dit zijn te veel foto's van die je eigenlijk op je Facebook zet, maar daarna eigenlijk weer spijt van hebt. Laten we deze foto's allemaal heel snel vergeten. Ben je dat met me eens? Ja, zeker. En dan gaan we gewoon eentje uit die andere uitkiezen, want ik was wel tevreden over die andere foto's. Zeker. Okay, gaan we doen. Ja? Oké, let's go. Ik denk dat ik wel zo'n camera ga kopen. Ja. Gewoon wat foto's gaan maken bij bomen en zo. Ik kijk altijd gewoon naar dieren in het bos. Dus ik denk dat als ik een camera meeneem, dat ik dat allemaal kan vastleggen. En gewoon voor later terug kan kijken aan deze mooie tijd in mijn leven. Oké, laten we even gaan kijken. Mm-hmm. Deze vind ik wel leuk. Vind je ook mooi. Deze is te donker. Dat is mijn lievelingsfoto. Ja, is dit jouw lievelingsfoto? Ja hoor. Nee, ik heb er al 2 gekozen. Kijk of jij er zelf kiest. Oké, nou. Ik weet sowieso al eentje die jij hebt gekozen. Dat is die sowieso. Een beetje stoer is die ook, hè? Ja, ik vind die cool. Ja? Ja. Nou, het is deze foto geworden. Dat die gewoon een beetje nonchalantie is. Nonchalantie-panty. Ik was heel erg tevreden met het eindresultaat. Er zitten een aantal goede foto's bij, die ik echt zelf ook gewoon zou gebruiken. Ik vond het super nice om met Jamila te werken. Tao TV, dank jullie wel. En misschien tot de volgende keer.